In 1983 is Enya opgericht. Enya speelt ook hier op Bonaire een hele belangrijke rol. Invulling daarvan ga ik ook niet doen. Want je zult denken, tuurlijk zeg jij hoe bijzonder dat is als Enyaan. Nee, ik verwijs jullie gewoon naar de website van de Centrale Bank. Waar, als ik me niet vergis, eind oktober vorig jaar Spring Report is gepubliceerd. En daar gaat één pagina geheel over Enya. En het belang van Enya voor de economieën van deze eilanden. In de loop der jaren heeft Enya dus haar verzekeringsproducten aan de markt gebracht. Met daarbij extra focus op inhoudelijke kwaliteit en de beste service biedend. En dat kon niet zonder onze medewerkers. En dat kon ook niet zonder onze business partners. Verzekeringsproducten. Als het ware verkopen wij, we sell trust. Trust is our business. En dat is geen makkelijke taak geweest. Zeker niet als Enya zijnde onder de noodregeling. Zeker niet een pandemie meemaken dat sowieso aan zich heftige onzekerheden triggert. Dus it's no joke om Enya, dus om stand te houden in die onzekerheden. Maar dat hebben we gedaan. En we did a fantastic job. Want Enya Bonaire is uitgegroeid van een klein kantoortje 40 jaar geleden tot wat het vandaag is. En wij vinden dat heel erg knap en we zijn heel erg trots op wat we bereikt hebben. Daarnaast, ik weet niet hoe ze het doen, maar onze Bonaire Enyanen maken er een extra punt van om naast het binnenhalen van premies zich ook te focussen op de belangen van de community. Via sponsoring van evenementen en participatie en support van lokale initiatieven wijzen zij dat het belang van bijdrage aan de groei en ontwikkeling van het eiland Bonaire. Dat past ook helemaal in de filosofie van Enya. Wij geloven dat als het niet goed gaat met onze business partners, het ook niet goed kan gaan met ons. Als het niet goed gaat met het eiland, kan het ook niet goed gaan voor ons. Dus vandaag zijn we hier, we gaan straks proosten voor jullie deelname aan de afgelopen 40 jaar en jullie bijdrage aan de komende 40 jaar. En vandaag, dus daar net in between the two chapters, gaan we even vieren.